deze weekvlog hebben we een hele hoop leuke dingen. Zo is Tess wezen shoppen bij Mr. Ed. En zijn we met Sterre bij Tessa school geweest. En nu ga ik zelf springen. Dus veel plezier met het kijken naar deze weekvlog. Zo, Tess is heel snel deze morgen, want er is sneeuw. Wat vindt Sterre ervan? Sterre vindt het allemaal wel best. Sterre denkt, wat is het? Nou, sneeuw, Ster. Even laten ruiken. Mag wel. Witte smurrie. Ander paardje. Het is mega koud buiten. Tess is even binnen aan het rijden op broodje. Ik heb net les gehad. En Tess die even een beetje aan het galopperen draven. Gewoon even lekker. De muis weegt natuurlijk geen bal, dus maakt ook niet zo veel. Mr. Ed voor Maaike omdat ze stage gaat lopen. Kom mee. Zo, Maaike, en hoe bevalt het werkende leven? Nou, het bevalt wel heel erg leuk hoor, Rebecca. Ja? Ja. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Mensen geholpen met allemaal leuke spulletjes kijken voor mezelf, voor een cadeautje. En ik ga nu Tessa helpen. Woehoe! Nou, laat maar zien wat je doet nou, dan. Kom Tess. Oké, wat kleur wil je? Wil je kijken? Die vind ik cool. Die is cool, hè? Ik zat er heel veel tijd naar te kijken. Ik denk, die wil ik. Kijk. En met silicone, dus dat is voor de grip. Is deze cool? Gaan we passen? Het is gewoon een rits, alleen dat zijn knopen aan de voorkant. Zie je? Voor de sier. Dat is leuk, hè? En dan hier hebben we nog een knoop. Ja, dat zijn hier twee knopen. Gaan we passen? Wat ga je doen, Maaike? Ik ga allemaal rijbroeken voor haar kiezen. Allemaal hele leuke, zodat ze kan kiezen tussen allemaal rijbroeken. En dan is ze gewoon de perfecte rijbroek. De perfecte rijbroek staat er. Zo, oh. Ja, dat kan ook. Goed, wat hebben jullie uitgezocht samen? Een shirtje. Een shirtje niet? Een shirtje. Houdschoenen. Ja. Een broek. En sokken. Oké, okay, dan moet je even ietsje dichterbij komen met je handschoenen, want zo kan ik ze niet zien. Maar ik moet een beetje bukken. Woehoe, sexy. En even sterren op je sok, hè? Ja, cool. Oh, het is wel een beetje aan de sokken. Ben je tevreden met Maaike's eerste stagedag, Tess? Ja. Yeah. Vind je dat ze je goed geholpen heeft? Nou, dan zou ik maar even duimpje omhoog doen, hè? Tadaa! Goed gedaan. Ik heb fanmail van jullie gekregen. Ik heb drie envelopjes. En ik heb nog een hele grote doos. Dan gaan we thuis maar even kijken wat erin zit, hè? Ja, wat zal het zijn? Woehoe! Rollen in de sneeuw lijkt me ook niet alles. Dus ik heb ze maar even binnen losstaan. Het is zondag. Ochtend. Maar ja, lekker joh. Even lekker rollen met z'n tweeën. Oh. Ja? Oh, ook nog geremd worden. Recht op mij af ook nog. Moest dat? Echt? Nee. Vind ik ook niet. Hij is wel wilde westen hier. Hé, paard. En ja, denk je, kom op mijn rug of ik ga gewoon weer rollen. Lekker hoor. Ja. Nou. Gaan ze even kijken. Kijk, allemaal sneeuw. Hier is nog sneeuw. Daar is heel veel sneeuw. En dan is de buitenpaddock natuurlijk ook lekker. Maar ja, die rolt graag. Dus vandaag maar even binnen. Ja, je krijgt zo, Henkje. Henkje staat alweer op me te wachten. Die denkt, waar blijft mijn pintje? Kijk, de mensen snappen dat niet. Maar alles van Henja is natuurlijk beter dan dat het in haar eigen bak is. Hè? Oh, nu wil je niet meer drinken? Nou, kom, we gaan naar binnen. Ja. We gaan het hebben over de Tieleman. Ik ga het even laten zien, even wachten. Kijk, dit is een Tieleman, zo'n hulpteugel. Kijk, zit even wachten, zit vast aan de singel. Ja, de sterren. Kijk, ja, met ja, hier zo heb je dan een soort van nekroop. Nekroop, ja. En dan zit hier zo een stukje dat gaat naar de singel. En dit stukje moet je dan door het bit heen doen. En wij zitten hier op de tweede, dus zit ook aan de andere kant. Ja? Ik heb een Tieleman omdat ze heel goed met haar hoofd naar boven en naar beneden ging. Omdat
En ik werd gewoon uit mijn zadel getrokken en ik kreeg heel veel pijn aan mijn armen. En nu? Nu heb ik tienerman. En dan doet ze dat bijna niet meer. En word je nu nog uit je zadel getrokken? Beetje. Maar nu kun je het beter vasthouden, of niet? Ja. Dus het gaat nu ietsje makkelijker? Denk je dat je Ster er pijn mee doet? Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Ster, heb je er pijn van? Nee, hè? Nee. Nee, eens een van de instructeurs van de manege die zei dat het wel een goed idee kon zijn. En we hebben het geprobeerd. Ja, en het gaat prima. Ja. Wat ga je nu doen? Gaan rijden. Proefje oefenen, denk maar, hè? Ja. Oké, gaan we doen. Ja? Kijk, zo neem ik mijn spullen mee, mijn zweep. Kijk, dit heb ik van Kip gekregen, mijn zweep. En dit ook. Ze heeft dus nu gewoon een martegaal die vele malen mooier is met bling bling dan dat ik heb natuurlijk. Hè? En een oud dekje van Lino. Nou, oud is die niet, hij is gewoon mooi. Ja, en twee appels. Oké. Ga ik mee naar de manege. En wat ga je op de manege doen? Ga ik sterren rijden. En waar, wat ga je doen? Ik ga springen. Hallo beest! Ja, dus die is er klaar voor. We hebben wel de verkeerde teugels, want ze heeft nu de nieuwe martegaal die ze gekregen heeft van Kim voor de verjaardag. En Christine, zo kan ik het niet filmen, pony. En eigenlijk hadden we even de teugels om moeten zetten, maar goed, voor nu. Tess wil een klein sprongetje maken, want ze heeft ook een dekje dat ze van Maaike heeft gekregen. En die is van Taline geweest. Van Lienepie geweest. Ja, dan komen ze aan hoor, Jut en Jul. Ja. Vroeg vanmorgen, Rick had zijn trein gemist omdat hij zijn portemonnee was vergeten. Spaart je maar alvast buiten en wat een weer jongens, kijk dan. Hoe prachtig. Echt heerlijk. Spaartjes hebben al losgestaan. Vooral nog even een hapje gras, net al de sterren gedaan. En dan moet ik zo aan het werk. Dat is dan wel weer jammer. Dit is toch het allermooiste wat er is, hè. Op je paardje, zonsondergang, het is helemaal niet meer koud. Hier word ik zo gelukkig van, echt te mooi voor woorden. Daar is een Roontje, lekker gereden meis. Ja, braaf paard. Tess is in de les, dus die ga ik zo even halen. Dus ik heb wat korter gereden dan normaal, ja voor een keer is dat ook niet erg. Dus nu lekker even nog de oprit oefenen en dan gaan we naar stal. Ik dacht eerst, wat is dit? Maar uiteindelijk deed ik gewoon zo. En dan kan je krijten. Even van dichtbij zien, zo zien we nog niks. Kijk, dan komt dit. Komt dan hier zo uit. En dan zo. Oh, een soort bordje. Dan kan je ik kan hem ook ophangen. Ah. Kan je erop zetten wanneer je in de sterren moet. Oeh, zo, de geluid. Ja, lach maar. Ah. Oeh, zo. Ah. Nou, dat is toch te schattig. Schattig hoor. Dol op sneeuw. Dat is toch raar spul, ijs. En dan moet je niet eten, gekke hond. Ze dacht net dat het een bal was, dus ze heeft de hele tijd mee gelopen. Een beetje zacht ben je af en toe, ja. Jee, het lijkt wel zomer. 15 graden, dus ze mogen lekker zonder deken naar buiten. In de naki. Lekker hè. Oh, dat is wel lekker. Kijk, en daar is Henja. Hey, jij wordt altijd zo gelukkig van zonder deken. Dat vindt ze het allerfijnste wat er is. Corona heeft het nog niet door. Nee, die is nog niet helemaal
briefje dicht. Zo. Daar gaat ze al. Nee? Daar hebben ze wat te doen. Daar gaat ze. Plof. Dan doet ze dat met deken natuurlijk ook wel. Maar toch heb ik het idee dat ze dit nog net even lekkerder vindt. Ik zou bijna mee gaan doen. Ja. Vrouwtje ook. 1, 2, plof. Daar gaat de tweede. Zo. Lekker zandbadje. En wel te borstelen zo meteen. Is het lekker. Hé. Hey. Zo, lekker hè paard. Nou, zo. Wat denk je? Genoeg worteltjes. Ben je klaar voor? Ga je doen? Ga je ons in de les. Ja, gezellig. En we hebben eveneens de vlechtje bij Sterren gemaakt. Want opeens is het 15 graden warmer. Dus dan is het ineens heel veel warmer. Nou. Zo, eerste les weer naar buiten. We zijn binnen begonnen. Zo mooi weer. Het is lekker voor het eerst even naar buiten zijn. Dan gaat Tess elke dag naar buiten. Bijna elke dag. Dus op zich valt het wel mee. Teugels korter hè Brent, want ze zijn wel een beetje lang aan de terugweg zijn we Maaike tegengekomen. Die is alweer klaar, wij moeten nog beginnen. Hoe fantastisch is dit? Prachtig weer, 15 graden. Paardjes mee, Henja mee, Kimmetje mee. De hele meute mee. We zien niet goed, maar we zijn er. Hoe heerlijk is dit? Daar heb je toch een paard voor? Wat hebben we op het gras? Spinnen hebben op het gras. Ja, Kim heeft goede ogen. Ik niet. Oh ja! Nou, dat zie je denk ik niet op het film, maar inderdaad, onder draad op het gras. Ik zie het zelfs zonder bril. Heel goed, Kim. Nou, ik ben gewoon blind, hè? Dat is je. Ik heb een blinde geleidepaard, heb ik. Ja, echt. Lekker! Ik ga naar school en ik ga Sterren meenemen. En jullie kunnen via Rebecca zien hoe ze Sterren meeneemt. En waarom neem je Sterren mee naar school? Ik ga een presentatie houden over Sterren. Spreekbeurt toch? Spannend. Wat heb je meegenomen? Ik heb benen meegenomen. En je presentatie. Nou, dan ga ik jou naar school brengen en dan ga ik Sterren maar halen. Ja. Ster, vandaag is een belangrijke dag. Vandaag ga je bij Tessa op school meedoen aan de presentatie. Word je eerste optreden. Heb je er zin in? Goed, Ster denkt, gaan we maar eten en dan vind ik het allemaal best. Zo, alles staat nog eventjes buiten voor het grote gebeuren. En dan zometeen gaan we op stap, Ster. Zullen we nog even een beetje poetsen? Hé? Alles voor je klaarmaken en dan gaan we naar school. Geen idee waarom. Zo, we gaan helemaal naar een grasveld, geloof ik. Wij zijn daar verzameld. Ah! Maar dat komt omdat er... We waren anders bang dat er toch te veel geluid van daar kwam. Oh, nee, Ster heeft er niks van hoor. Circuspony is het. Nou, het is met de pony op school. Het is weer wat anders. Sterren, dat is Sterren.
wel leuk. Kijk, nu hebben we sterren. Met sterren. En sterrenpony denkt, geef mij maar gewoon een peen. Is er niet bij. En nog een lekker appeltje. Wat een feest. Ik denk dat Ster hier echt komt wonen. Hé Ster? Nou, zeg nou even gedag. Hoe vond je het, Ster op school? Ik vond het wel leuk. Ja, naar je zin gehad? Ja. Oké, nou nu moet je weer het theater doen en zo, hè? Dag pony. Kan je pak? Nou, het was leuk op school. Pony staat weer terug in haar stal. En wij gaan springen. Er is helemaal niemand. Dus dat is een onwijs luxe. Dus bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je graag volgende week. Doeg!